Ja, mevrouw Schouwvliegen, apentrots als ik u zo bezig zie, denk ik. Ja, inderdaad. Een speciale dag. Ook 10 jaar lang actief in de nationale politiek. En dan gebeurt dit. Dus het is wel bijzonder. Beloning, ja. Een beloning. Ja, inderdaad. Een beloning, denk ik, voor hard werken. Diensten. Ja, ja, ja. Mag ik zeggen, cultuur, natuur, leefmilieu, dat een beetje een ingroeibaan is? Oh, ik denk het niet. Als ik zie leefmilieu natuur is toch wel een belangrijke bevoegdheid. Chris Peter is daarmee gestart, de vorige legislatuur. Dan is Hilde Krevits daarmee geëindigd. En ik denk dat wij daar... Dus een mooie carrière te wachten. Wie weet, hè. Ik ga proberen mijn beste. Maar leefmilieu natuur is toch wel een belangrijke bevoegdheid. Ja. En ook cultuur, denk ik, is toch wel een heel mooie bevoegdheid waar je helemaal mee kan doen. Maar het zijn niet de allerzwaarste bevoegdheden. Het geeft u misschien wel de kans om te groeien. Misschien zit daar wel een plan achter van uw partij. Wie weet, maar ik ben blij met die bevoegdheden. Ik heb 5 jaar in het Vlaams parlement was ik actief in de commissie Leefmilieu Ruimtelijke Ordening. Dus ik ken die materie. Ik vind het ook wel logisch dat men mij dan ook dat pakket gegeven heeft. En wat kent u van cultuur? Wat is dat voor uw cultuur? Ja, cultuur, dat is voor mij een nieuw departement. Ik geef dat ook toe. Natuurlijk, bent u een cultuurmens? Natuurlijk, onder cultuur zit ook verenigingsleven, vrijwilligerswerk. Daar ben ik heel goed thuis. Ik ben eigenlijk vanuit verenigingsleven in de politiek gestapt. Kunsten, dat is voor mij iets nieuwer. En ik ga me daar te volle in inwerken. Ik ben echt wel... ik vind het boeiend. Ik ga echt die uitdaging aan. Maar bent u een cultuurmens? Gaat u vaak eens naar theater? Leest u al eens een boek? Ik doe dat, maar dat is beperkt. Dat geef ik ook toe. Ik heb zelf 2 kleine kinderen. U heeft dat daarnet gezien. Ja. En ik denk, zoals veel mensen, 2 verdieners met kleine kinderen hebben niet zoveel de tijd om dat inderdaad te doen. En dat is meteen ook al een uitdaging voor mij, om te zorgen dat ook die mensen cultuur leren kennen en er ook iets meer tijd voor maken. En wat is dat cultuur? Is dat iets... Is dat bijvoorbeeld de volle zalen, het theater waar bijvoorbeeld iedereen naartoe komt? Of zegt u van, ja, ook de kunstenaar die moeilijkere dingen doet, moet zijn kansen krijgen? Als je het regeerakkoord bekijkt, dan staan beiden erin. Hè. Er staat in dat de individuele kunstenaar ook een goed statuut moet krijgen. Maar daarnaast wordt de nadruk gelegd op de toegankelijkheid. Zorgen dat zoveel mogelijk mensen ook die cultuur leren kennen. Dat gaat over cultuur in het onderwijs brengen. En ook zorgen dat kansengroepen, zoals armen bijvoorbeeld, ook aan cultuurbeleving kunnen doen. En daar wil ik ook wel de nadruk op leggen. Het is geen examen, mevrouw. Maar mag ik u eens vragen wat het laatste toneelstuk is wat u gezien hebt? Het laatste toneelstuk, dat was een of ander amateurtoneel bij mij in de gemeente, waar ik trouwens bijzonder van genoten heb. Is dat lang geleden? Is dat lang geleden? Nee, nog niet zo lang geleden. Ik denk een 6 maanden geleden. U vindt dat misschien lang, maar ik vind dat nog niet zo lang. Maar ik vond dat bijzonder boeiend. En ook dat is cultuur. Hè. Laat ons dat dorpstoneel toch ook niet vergeten. Iedereen heeft bijvoorbeeld uw voorganger, die heeft ook nog steun gegeven aan Kate Ryan. Ja. Is dat ook cultuur? Is dat ook iets waar, aangezien het geld krapper wordt, geld naartoe kan gaan, naar zulke dingen? Dat moet bekeken worden, maar in tijden dat er moet bespaard worden, moet je dan toch wel de vraag stellen, moet er inderdaad zo'n groot budget naar 1 individuele kunstenaar, omdat die inderdaad naar het Songfestival gaat. Maar ik denk dat het te vroeg is om echt heel concrete uitspraken hier te doen. Geef me de tijd om een aantal weken de sector te leren kennen, met mensen te praten, en dan zal ik echt kunnen zeggen waar ik naartoe wil. Maar toch al iets, dan leefmilieu, dat is wel helemaal uw ding, hè? Ja, dat klopt. Ik ben 5 jaar actief geweest in het parlement in de commissie Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening. Dus ik ken dat inderdaad en ook dat boeit mij. Wat is op dat vlak het belangrijkste wat er volgens u in het regeerakkoord staat? Wat uw prioriteit nummer 1 zal zijn? Ik denk dat de uitdaging zal zijn om volgend jaar hebben wij het Europese voorzitterschap. En daar staat milieu hoog op de agenda. En de ambitie is van deze Vlaamse regering om daar te zorgen dat een aantal Europese richtlijnen op het vlak van milieu, dat die inderdaad worden bijgestuurd, meer op maat van Vlaanderen. Ja, precies op dat vlak zitten we met een probleem, want Vlaanderen had uitstel gevraagd voor de normen van fijn stof. Heeft ze niet gekregen? Ja, dat klopt, maar het is juist de taak om volgend jaar, en dat staat ook in het regeerakkoord, daar zijn ook alle partijen het over eens, dat we moeten zorgen dat het Europees milieubeleid meer op maat van Vlaanderen wordt uitgewerkt. En dat is de taak die ons volgend jaar staat te wachten, en ik denk dat dat een hele uitdaging is, en we zullen dat zo goed mogelijk proberen. Was het dan niet makkelijker geweest als u bijvoorbeeld ruimtelijke ordening of openbare werken in uw portefeuille had om echt een beleid te kunnen uitstippelen? Want leefmilieu, dat hangt natuurlijk met een aantal andere dingen samen, mobiliteit bijvoorbeeld ook. Dat klopt. Eigenlijk
is dat nog nooit één pakket geweest in de regering. Ik kan me dat toch niet herinneren. Dus het komt erop aan om inderdaad over verschillende beleidsdomeinen heen afspraken te maken. Dat staat ook duidelijk in het regeerakkoord. Want, bijvoorbeeld, fijnstof heeft ook te maken met mobiliteit. Ja. Maar daar staan een aantal ankerpunten. Precies, u kunt de voorstellen doen, maar u hebt niet de instrumenten. U hangt af van de goodwill van collega's. Ja, maar wij vormen een ploeg. Er zijn duidelijke afspraken ook in het regeerakkoord. Dus ik denk wat dat betreft dat wij een goede start genomen hebben, ook in de onderhandelingen. Is dat goed gegaan op het vlak van leefmilieu en dan ook gekoppeld aan de andere beleidsdomeinen. Ik heb er vertrouwen in dat wat dat betreft deze ploeg één ploeg zal zijn die over beleidsdomeinen heen zal nadenken om belangrijke maatregelen te nemen. Ik heb nog één concrete vraag over belangrijke maatregelen gesproken en over fijn stof. Ja. De lange wapper. Alle studies wijzen uit dat de lange wapperbrug de beste oplossing is in zaken fijn stof. Wat is uw standpunt daarin? Wel, ik denk dat de studies inderdaad bewezen hebben wat de beste piste is. U weet dat de beslissing die genomen is in maart, dat we daarmee mee verder gaan. Dat is ook de lange wapper, dat is de brug. Dat is ook de beslissing die genomen is op 19 maart, dus wij gaan daarmee door. En dat staat ook duidelijk in het regeerakkoord. Dus voor ons is het uitgangspunt het regeerakkoord. Dat zijn de afspraken die wij gemaakt hebben. Maar dus met andere woorden, dat nieuwe alternatieve tracé, dat vierde tracé, dat is eigenlijk geen optie dan? Wij houden ons aan de beslissing van maart. Dat is ook de afspraak in het regeerakkoord. En ik denk dat dat wat dat betreft duidelijk is. Dus dat referendum voor die Antwerpenaren, dat doet er dan eigenlijk niet meer toe, als ik u hoor? Wel, ik denk dat daar op 19 maart ook beslist is om dat kansen te geven, om de stad Antwerpen ook bepaalde beslissingen te laten nemen. En ik denk dat wat dat betreft de afspraken duidelijk zijn in het regeerakkoord. Wij houden ons aan 19 maart. Zegt u dan eens heel duidelijk, voor u betekent dat de lange wapper? Nee, op 19 maart vorig jaar, denk ik, of dit jaar, is beslist dat een aantal pistes bewandeld worden. Dat ook de stad Antwerpen wel ruimte heeft om te kijken wat mogelijk is. En dat staat duidelijk als afspraak tussen alle partijen in het regeerakkoord. En daar gaan maar we ook voor. De eerste lijn is eigenlijk de lange wapper. Ja, inderdaad. Mits ook een aantal afspraken. Dus wat betreft de stad Antwerpen, dat zij het referendum inderdaad ook kunnen een kans geven. Oké, mevrouw Schouwvlieger, bedankt. Dank u wel. Dag.